Ja, en opletten nu voor Shakhtar, want daar is de kans al meteen voor de Brazilianen. En Van de Voort moet er tussen komen. Ja, kijk eens aan. Genk goed begonnen, maar de eerste reuze kans is voor Shakhtar. Eerste keer dat ze over de middenlijn komen. Goede uittrap van Trubin. Het is Munoz die het kopduel verliest. Tete gaat naar zijn rechter. Geweldige save van Van de Voort. Dat zal hem heel veel vertrouwen geven. Daar zijn ze weer en Dodo is uiteraard mee op het juiste moment. Nu kan de voorzet komen, 14e minuut. Opletten, Pedrinho legt af. Is daar de goal? Nee, nog niet. Nu misschien nog Pedrinho. Knap gedaan hoor. Nog even de bal opliften met links om hem goed te leggen voor zijn rechter. Pasen naar Torstvedt. Ah nee, dat is te doorzichtig, maar wel nog de bal naar de buitenkant. Arteaga houdt hem binnen. Nu moet de voorzet volgen. Arteaga was een goeie. En daar is de kans. En er niet. Ingekopt door Heijnen en Onuwatju stond ook heel goed opgesteld. Ze gingen met z'n tweeën naar de bal. Dit is een goede mogelijkheid voor Genk. Schitterende voorzet. Goed eerst rechts en dan links geopend. Goeie voorzet. Heijnen komt perfect inlopen. Ook Onuwatju komt goed inlopen en was voor Marlon. Als Onuwatju kopt, hè? Ja, dan is hij binnen. Pedrinho. Ja, hier misschien. Iets mogelijk voor Genk als Bongonda zich nog voorbij die man kan werken. Dat lukt niet. Dodo. Klein, vinnig en gaat vooruit. Gaat snel. Gaat een mannetje voorbij. Legt hem dan breed. De tackle. Niet vol doorgetackeld. En de goal. Ja, dit is een fantastische goal van Shakhtar. Het voetbalvermogen ten top geïllustreerd in deze fase in dit doelpunt. Lassina Traoré. Een minuut geleden de kans voor Genk aan de overkant voor Heijnen. Maar De Zerbi en zijn mannen staan voor. De man overgekomen van Ajax, Lassina Traoré. Maar het voorbereidende werk, Wim, van Dodo onder meer, fenomenaal. Druk gezet, opnieuw door Racing Genk. Dit is goed, Heijnen. Maar dan, Heijnen draait goed weg. En nu moet er een paas volgen, gaat schieten. Brian Heijnen. Ja, waarom niet? Hard. En dan hard en in de hoek. Oké, mag die direct binnen bij zo'n grote keeper, maar toch... Hele goede poging van Heijnen. Munoz. Heijnen vraagt aanspeelpunten, vraagt beweging. Doet het dan zelf met een goede voorzet. En dan is het Bongonda die hem niet laat lopen voor Onuwatju. Het is de tweede keer in deze wedstrijd dat Onuwatju eigenlijk in een betere positie stond om te scoren. Klopt, en ook geen buitenspel. Nee, goede voorzet van Heijnen die ondertussen zo aan het uitgroeien is. Zeker tot de beste Genkenaar. Ja, wat een voorzet. Prachtige bal. Op zijn Kevin De Bruynes. Ja, en hij glijdt er nog naartoe. Had hij niet moeten doen. Hier is Ito. Ja. Dit moet het worden voor Racing Genk. Ito moet hem aan Onuwatju geven. Dat lukt niet. Dat lukt niet. Er zit nog een verdediger tussen en het wordt een corner. Maar Racing Genk is gevaarlijk plots tot twee keer toe. En Ito, hij was er voorbij. Daar is die corner. En de bal op de lat. De kopbal op de lat van Onuwatju. Het is nog niet gedaan, Munoz. Ah, het zit Genk ook echt niet mee. Geweldige hoekschop. Maikon moest Onuwatju ambeteren, maar hij kan ze onvoorstelbaar trappen. Hoe die bal nog richting Onuwatju draait. Die was helemaal gezien, Trubin. Doodjammer, doodjammer. Tresor. Hij gaat de vrije trap nemen. Zijn corner daarnet was uitstekend. Daar komt hij, die vrije trap. Dat is goed gedaan, en Onuwatju. Dit keer is hij wel. In de zone van de waarheid, de man die kan aanleggen. Niemand voor zijn neus dit keer, maar niet gekadreerd. En het was buitenspel geweest zijn, maar prachtig neergelegd weer door Mike Tresor. Marlos. Dan Shakhtar de 2-0 maakt, is het over en sluiten. Hier is Dodo, Van de Voort niet. Bal gaat er niet in, nog niet Traoré. En dan nog een derde poging, jawel. Het is zover, einde verhaal voor Racing Genk. In de derde voorronde van de UEFA Champions League, want het is 2-0. De regulateur, maakt ook het doelpunt. Het
Trezor. Goed ingevallen inderdaad. Haalt de achterlijn, de voorzet. En nu misschien Dessers. Jawel. Cyril Dessers dan toch nog de e-redder voor Racing Genk. Voor de ingevallen. Cyril Dessers zal hem deugd doen. Daarnet een poging die hij flauw afwerkte. Trapte voorlangs en Trubin geen clean sheet. Nee. Het is over. Het is voorbij in Kiev. Shakhtar wint met 2-1 van Racing Genk. Had ook de heenmatch al gewonnen met 1-2. Shakhtar Donetsk was te sterk voor Racing Genk. Plaatst zich voor de play-offs van de UEFA Champions League.